kranten stonden er de afgelopen week vol van. En nu is het zover. De wedstrijd waar iedereen op wachtte gaat zo beginnen. Blijf dus bij ons, want hier kunt u alles live zien. Portugal speelt tegen Frankrijk. Estádio da Luz ligt er fraai bij vandaag in Lisboa. En dat is Europa. Er wordt hier straks een wedstrijd gespeeld. Hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Sjoerd de Vos en naast me zit collega Jeroen Gruter. We verwachten best veel van dit duel. Dit is Portugal tegen Frankrijk. De tribunes zitten volgepakt. Ja, de supporters daar die hebben zin in een goede wedstrijd. En daar sluit ik me graag bij aan. Zinedine Yazid Zidane. Terwijl Zizou, dat is misschien wel de Franse voetballer die de meeste indruk heeft gemaakt, zeker de afgelopen 20 jaar. En daarna werd hij natuurlijk een succesvol coach bij Real Madrid. Echt een indrukwekkende man. Die ook een heel herkenbaar eigen speelstijl had. Ik denk eigenlijk dat hij op dat moment, tussen 1998 en 2002, de beste voetballer van de wereld was. In de eerste training kon een club 3 keer achter elkaar de Champions League liet winnen. Nou, Portugal heeft afgetrapt. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Fijne wedstrijd, iedereen. Romário Baró. Is alweer een van de bal. Voorzet in de 16. Oké, dat zag er dus gevaarlijker uit en het was makkie voor de keeper. Hij krijgt daar ruimte op de flank. Hij gaat schieten. Rechtstreeks in de handen van het doel. Geen probleem. Jeroen zonder een glazen bol erbij te pakken. Wat kunnen we verwachten van deze speler? Die legt ze er soms wel heel gemakkelijk in, hè? Op zijn loopvermogen is helemaal niets af te dingen. Zie je, dat is echt ongelooflijk. De tegenstander kan aan de bak vandaag. Les Bleus krijgen een vrije trap. Ze toont zich coulant en houdt het voor nu bij een waarschuwing. Ja, maar deze speler zal nu wel echt moeten gaan uitkijken, hoor. Martin Terrier. Vroeg in de opbouw alweer de bal heroverd. Goed opgelet door de keeper.
Bal naar het midden. Les Bleus mogen ingooien. Zet verder door. Een prachtige sliding, zeg. Romario Barrault. Ze kunnen deze voorzet onschadelijk maken. Soumaré. Ze kunnen snel uitbreken nu. Daar komt de speler net niet bij. En dus gaat de bal uit. Nog steeds op weg naar het doel. Voorzet in het 16 meter gebied. Gevaarlijk dat hij daar de bal kan afpakken. Deze inzet wordt gestopt. Deze moet er toch in. Slecht afgemaakt door Portugal. Dit had het eerste doelpunt van de wedstrijd moeten zijn. Voorlopig blijft het wachten op de eerste goal. Veel tijd krijgt hij niet. De Franse aanval kan verder. Door de voordeelregel. Koekoek, hij is hem voorbij. Martin Terrier. Ja, op deze keeper kun je bouwen. En dat bewijst hij hier nog maar eens met deze fraaie duik. Voor de korte hoekschop. Richting het midden voorgegeven. Hier zou een counteraanval kunnen aankomen. Dit moet een doelpunt worden. Klausen, waar is die doelman? Hier volgt een politiebericht. De politie is op zoek naar een doelman. Ja, hopla, doelpunt! Nou, dit is heel opmerkelijk. Hoor. Dit blijft ook in de herhaling een bijzonder geval. Geen verdediger, geen keeper in de buurt. Niemand. Ja, dat is een gratis doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Dat is een indrukwekkende loopactie met de bal. Zonder bal wordt het lastig scoren. Deze moet erin om gelijk te maken. Simpele redding voor de keeper. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Daar grijpt de doelman goed in. In het midden van de 16.
denkt hij, gaat scoren, maar die bal ging helemaal niet tussen de palen. Hoe kan dat nou? Ja, er zijn verschillende verklaringen. Het kan pech zijn, misschien niet geconcentreerd, onkunde. Dat is ook mogelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, zo'n kopbal mag er wel in, hoor. Verdediger stopt die voorzet af. Romario Baró. Nog een kans moet komen. Dat hebben ze toch weer mooi opgelost. Valère Germain. Alessandrini. Mogelijkheden voor een counter. De verdediging komt niet al te snel terug. Vrije trap voor Frankrijk. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Hij legt hem bij de tweede paal. Niet goed gepaast, nee. Helemaal niet. Balverlies. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans verkeken. Deze bal wordt onderschept. Hij blijft richting doel marcheren met die bal. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Bal gescoord. Hij heeft opletten geblazen. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Hij laat de tegenstander achter zich. Nou, gekeerd door de keeper. Deze neemt hij kort. En hij schiet! De doelman staat zijn mannetje. Een strafschop voor Frankrijk. Om het weer gelijk te maken. En raak vanaf 11 meter. Hier hoeven wij de aanval te maken. Goed binnengeschoten, de doelman duikt de verkeerde kant op. Het ziet er simpel uit, maar toch, elke penalty heeft een risicofactor. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Ruimte op de vleugel, het lijkt wel het heelal. En hij raakt hem hard, ongenadig hard. Ja, maar iets prematuur. Ja, dat zie je vaker. En dat gaat dan ten koste van de precisie. Valère Germain. Ruimte op de flank daar. Dan staan ze uitstekend over te spelen, zeg. En hij houdt hem tegen. Kippertje, hoor. Ja, nu redt de keeper nog, maar het moet wel een waarschuwing. Kijk, kijk. Kunnen ze hiervan profiteren? Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan
ziet die kans om de bal vanuit de lucht vol op de vreef te nemen. Ja, die volley die gaat direct voorbij de keeper en eindigt in het doel. Wat een schot, zeg. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Schotkans van dichtbij. Boom, knal, raak, koekoek en weer is die raak. Dit gaat wel heel snel de goede kant op, Voortje. Alles klopt hier. Eerst die dribbel, tegenstander voorbij en dan de afronding. Ja, fraai hoor. En we hebben nu een stand van 3-1. 3 minuten extra speeltijd, oordeelt de scheidsrechter. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Valère Germain. Een schot van behoorlijke afstand. Lijkt me kansloos. Nou, nee. Ja, hij scheelt helemaal niet zoveel. Ja, maar we zien het wel graag. Hè? Zo'n hard afstandsschot. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. De scheidsrechter fluit. De eerste helft is daarmee afgelopen. Deze speler heeft nog geen stempel weten te drukken op dit duel, Jeroen. Ja, dat kan ik nog eenvoudig vaststellen. Ja, het is wel duidelijk. Die maakt een bijzonder moeilijke wedstrijd door vandaag. We hebben weinig gezien. Er zit gewoon geen enkele verrassing in. Daar was de aftrap van de Fransen. Deel 2 is begonnen. Wat een sterke sliding, zeg. Bal veroverd. Paas komt niet aan. Balverlies. Soumaré en Frankrijk zet weer een nieuwe aanval op. Doelkans! Uitstekende ingreep. Dat is een cruciaal moment, hoor. En daarmee heroveren ze de bal. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Pof op de slof. Ja, die zit erin en dan staan ze zomaar 3 doelpunten voor. 3! Haha, wat een wedstrijd. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan die afronding, ja, hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect en dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Alessandrini. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Cruciaal de ingreep bij die schietkans. En daarna hebben ze meteen de bal. Vrije trap voor Frankrijk. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. De
Franse aanval kan verder door de voordeelregel. En misschien een counteraanval. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Wie roept deze dribbel een halt toe? Een grote kans hoor. Zijn schot wordt aangeraakt. Valère Germain. Coné. Dakpa. Ruimte op de vleugel. Ah, de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. Frankrijk heeft de bal in bezit. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Een medespeler helpt hem. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hij kiest voor de volley. Zo, wat een mooie redding zeg. Echt schitterend om te zien. Het is, nou, buitenspel, maar toch, het is lekker om zo'n bal te pakken. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. Kan hij hiermee? En daar is hij hoor. Doelpunt, maar wel met flink wat hulp van deze keeper. De speler kiest voor de korte hoek. Daar staat ook de keeper. En ja, dat is dan natuurlijk een situatie waarin de doelman hem tegen moet houden. Ik bedoel, waarom sta je anders in die hoek? Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Hij blijft maar gaan met die bal. Les Bleus krijgen een vrije trap. Kort genomen. Goede ingreep van de keeper. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. En hij komt eruit met de bal. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Ja, natuurlijk. Die zit erin. Een ABC'tje voor open doel. Hij doet zijn werk. Maar die doelman, die staat uiteindelijk ook op de verkeerde plek. Niet te missen. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Jordan Amavi. Blijft goed aan de bal. Oh, wat een schotkans. Oh, en ook die zit. Ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis.
Laten we nog eens even kijken naar het doelpunt. Ik dacht dat je het naast zou gaan. Nou, in de herhaling zie je dat nog eens goed, hè? Mooi tegen de binnenkant van de paal. Zo het doel. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Ja, dit is het type bezind eerder begint. He, wat een roekeloze sliding. En dat ook nog wel in het 16 meter gebied. Heel dom. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Komt dat schot? Eerbetoon aan Hugo. Zo van zover. Kabam! Kijk eens naar die bal. Er komt er ook vanaf. Heeft iemand een blusapparaat? De bal vliegt er werkelijk schitterend in. En zie je, kijk eens hoe de bal door die speler van afstand in het doel wordt geramd. Geweldige traptechniek. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Martin Terrier. Ah, dat is een inworp voor Frankrijk. Jordan Amavi. Blijft aan de bal. Weggewerkt door de keeper. Hij gaat schieten. Hij houdt knap tegen. Nee, hier mag je de bal niet kwijtraken. Ja, gevlacht voor buitenspel. Ik denk dat die paas iets later had moeten komen. Of de speler voor wie de bal bedoeld was, had snel moeten terugkomen. Het is mooi bekijkt. Hij onderschept deze paas. Deze pakken ze goed af. Coné. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. Verdedigers schakelen niet snel om. Deze counter, ja, daar loopt er niks uit. Ze zijn de bal kwijt. Vrije trap is voor Frankrijk. De scheidsrechter waarschuwt die speler wel, maar geeft geen kaart. Genomen op weg naar de 16. Ja, Frankrijk had de bal en nu niet meer. Dit kan een moment zijn voor een counter. De defensie reageert veel te traag. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan die afronding. Ja, hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect. En dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt. En is het duel echt beslist. Alessandrini, de ruimte ingestuurd. De
bal weg. Hier moet toch een counter mogelijk zijn? En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. De Franse aanval kan verder door de voordeelregel. En we spelen nog 5 minuten door in de blessuretijd. Hij zit er goed tussen bij die pas. Alessandrini. Slot erop, niet Arne Slot. En de sleutel weggooien. De speler pakt de bal af met een mooie sliding. Een kans om te scoren. En weer een doelpunt. Ze gaan maar, Tori. Ze maken de ene naar de andere treffen. Fantastisch gewoon. Ja, en dan heb je altijd mensen die zeggen... Ja, maar het is maar een game, het is maar een game. Nee, het is gewoon FIFA. Probeer het maar eens thuis. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Heerlijk toch al die doelpunten. 1 team is duidelijk de baas. En met dat fluitsignaal komt deze wedstrijd tot een einde. De thuisploeg wint. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat.